Ik ben Lies, ik ben 18 jaar. Ik ben geboren in Antwerpen. Ik woon momenteel in Essen. En mijn hobby's zijn piano spelen. Dat is wat ik het liefste doe. De Wereldjongerendagen is een katholiek festival van een katholieke kerk dat om de zoveel jaar wordt georganiseerd. Ik was erbij in Panama. Daar komt iedereen samen om het geloof te beleiden en samen te komen en te vieren, samen met de paus, om gewoon één groot feest te vieren. Iedereen van de wereld komt daar samen. En ik heb daar ook beseft dat iedereen die gelooft niet hetzelfde gelooft op dezelfde manier, want dat dacht ik voor Panama. Maar dat iedereen ook zijn eigen manier heeft om te geloven en ja, in het leven zijn geloof mee te nemen. Dat was wel heel cool om te zien dat iedereen zijn eigen ding daarin had. Mijn geloof heeft na Panama een helemaal andere plaats kregen in mijn leven en in mijn hart vooral. Vooral in mijn hart. Omdat het geloof daarvoor iets vanzelfsprekend was in mijn familie. Ik moest elke zondag naar de kerk. Ik moest voor het eten bidden. Elke avond voor het slapen gaan. Een wees groetje. En dat was zo saai, afgezaagd. En ik snapte ook nooit waarom mijn ouders daar zoveel belang aan hechten. Maar toen ik dan terugkwam, heb ik wel stilletjes aan leren ontdekken dat dat iets heel persoonlijk is en dat ik ook wel snap dat mijn ouders dat willen meegeven, omdat dat ook iets gewoon heel, heel prachtig is. En iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken of ze daarin willen verder gaan of niet. En ik maak er zeker tijd voor, zeker één keer per dag, om erover na te denken, om even dank u te zeggen. En dat is wat ik daarvoor niet deed. Toen ik in Panama was, heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen. Maar onder andere ook mijn boyfriend. Florian en ik hebben elkaar leren kennen in Panama. Dus. En we zijn daarna een beetje beginnen sturen. En we zijn een paar keer op dates geweest. En dan zijn wij een relatie begonnen. En we zijn nu 2 jaar verder. Steeds super happy.